En de bussen van het Nationaal Vervoerbedrijf, NVB, rijden weer voor 65% tot 70%. Dit bevestigt Antonius Spokki, voorzitter van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname, OBS. Afgelopen dinsdag was er overleg tussen de OBS en NVB-directeur Fariel Renfrum over de betalingen. Het gesprek is niet naar tevredenheid verlopen, zegt Spokki. Maar tot zijn verbazing is het bedrag over de maand augustus 2023 gisteren gestort voor de NVB. Dat is een opluchting. En volgens Spokki wordt er morgen verder gesproken over het laatste kwartaal van 2023. Dus ik ben blij, tenminste met die ene maand, dat niet dat ik zo blij ben, maar vooral voor deze categorie van kinderen met een beperking, dat deze bushouders ook die tak van het vervoer kunnen opstarten. U begrijpt dat dit ook natuurlijk toch wel een beetje bijdraagt om zo dan verder te gaan met de laat maar zeggen, dialoog als het ware, de besprekingen, om te geraken tot straks weer wat wij noemen het normale. Indien er aan het eind van vrijdag 19 januari niets op de rekening is van OBS, volgt er een totale lamlegging van het schoolvervoer op maandag 22 januari. Het probleem bij de schoolvervoerders gaat om de brandstofcompensatie over de maanden januari tot en met april 2023 en de onderhandelingen over nieuwe tarieven. Spokki zegt rekening te houden met de studenten, leerlingen en de leerkrachten, maar ook de bushouders moeten voorzien in hun levensonderhoud. En op grond daarvan zeggen we, kijk, die week van 15 januari naar 19 januari, dan moet het wel zover zijn dat wij dus het geld krijgen over de maand december. Ja. Maar als het niet lukt dat de gelden uiterlijk vrijdag 19 januari op de rekeningen zijn van de bushouders, ja, dan is het schoolvervoer vanaf maandag niet gegarandeerd. Maandag 22 januari. En dat houdt in dat de bussen dan in de garage blijven en de boten aan de ketting.